Onderwijsminister Henry Ory wil dat alle onderwijsplichtigen de schoolbanken bezoeken. Hij zei eerder deze week aan reporters dat er meer scholen gebouwd moeten worden. Kinderen gaan altijd naar school gaan bij ons. Het gaat erom dat het niet altijd een luxe is in ons land dat ouders zelf kunnen bepalen op welke school hun kind zit. Omdat gewoon, we hebben schaarste aan scholen, dat moeten we beter gaan plannen in de toekomst. Er is een groei demografisch van jonge kinderen. Ik zeg, er zijn knelpunten in Paramaribo Zuid. We moeten meer scholen gaan plannen. Bij meer scholen hoort meer leerkrachten en voorzieningen. Dat soort zaken moeten we gaan organiseren. En we zullen natuurlijk het uitspraak blijven handelen dat kinderen allemaal op school horen te zijn. En die knelpunten individueel zullen we per situatie bekijken. Ik zeg, ik heb het overzicht niet in één keer. Maar wij hebben als uitgangspunt geformuleerd dat de kinderen tellen. En dat wij voor elk kind moet naar school weer die leerplichtig is. En wij proberen op maat oplossingen te vinden. Ory denkt dat kinderziekten nog zullen voorkomen, maar zijn standpunt is helder dat alle kinderen weer op school moeten. De minister verwacht in oktober nog wat irritatie in het onderwijssysteem. Hij wil dat ouders ook rekening moeten houden dat zij hun kinderen niet altijd in de buurt onderwijs kunnen laten genieten.